Hoofdstuk 1. Wie kan recht maken wat hij kom heeft gemaakt? Dames en heren, ik wil het met u hebben over bioethiek en de vragen die ik in die colleges bioethiek wil behandelen. En de discussies erover raken aan bijzonder veel aspecten. Ik kan er maar een aantal bespreken, natuurlijk. Bioethiek is een vorm van toegepaste ethiek. Toegepaste ethiek is uiteraard een onderdeel van de ethiek. En ethiek zelf is dan weer een onderdeel. Van de filosofie of de wijsbeheerde. In het algemeen, wat ik met u wil bespreken, en ik denk dat de vlag van de bioethiek dit ook dekt, is een thema dat men van tegenwoordig wel eens aanduidt als het thema van de maakbaarheid van de mens. Nu is maakbaarheid natuurlijk al een zeer oud thema. We trachten mensen, bij wijze van spreken, te maken, te kneden, te hermaken, te herstellen, te scheppen, naar onze hand te zetten enzovoort. Door, en dit al heel lang, door opvoeding, door onderwijs, door religie, politiek, door mensen te bestraffen, door hen de gevangenis in te stoppen. We spreken niet voor niets over het correctioneel systeem, dus we willen mensen corrigeren, naar onze hand zetten. Zelfs marteling of de doodstraf, als voorbeeld dan naar anderen toe, valt in zekere zin onder heel dat idee van de maakbaarheid van de mens. In de 17e, 18e eeuw zijn heel veel discussies daarover ontstaan onder filosofen. Om de vraag dus, hoe ver kunnen wij met die maakbaarheid gaan? U weet dat de visie daarop zeer extreem uiteengelopen zijn gaandeweg. Om u een voorbeeld te geven waar u mee vertrouwd zal zijn. Het vroeg 20e eeuwse behaviorisme was er overtuigd dat je eigenlijk mensen kon kneden zoveel je maar wou. Er is die uitspraak van de behaviorist Watson, die zei, geef mij een dozijn kinderen en ik maak van de ene een hartchirurgen van de andere, een bedelaar enzovoort. Dus ik kan mensen volkomen naar mijn hand zetten. Dat was de behavioristische visie op de mens. Andere visies gaan dan eerder meer de klemtoon leggen op aangeboren aspecten die je dan niet zomaar kunt veranderen. U bent vertrouwd met het nature-nurture debat natuurlijk. De vraag: is het opvoeding, is het cultuur, is het omgeving, versus aanleg, genetica, erfelijkheid, waardoor wij bepaald worden of waardoor onze levensloop, onze persoonlijkheid gekneed wordt. Ik denk dat we vandaag de dag rustig kunnen stellen dat dat een achterhaald debat is en dat natuurlijk de twee een rol spelen. Maar dit is eigenlijk niet waar ik zal over praten. De maakbaarheid waar ik het over wil hebben, heeft te maken met de mogelijkheden die de moderne geneeskunde biedt, samen met een reeks andere levenswetenschappelijke disciplines. Denk aan de genetica, denk aan de celbiologie. In die context is het maken van mensen vaak ook letterlijk te nemen. Wij doen aan kunstmatige reproductie, bijvoorbeeld, van mensen. Daar zal ik uitvoerig op ingaan. Wij herstellen, als het ware, ook mensen. Dat is ook een vorm van maakbaarheid. Bijvoorbeeld door hen andere organen te geven. Wij denken zelfs over het herscheppen van mensen. U bent misschien vertrouwd met het begrip transhumanisme. Dat is een wijscherige stroming moet ik het misschien noemen, die ervan overtuigd is dat de mens echt vrij radicaal moet herschapen worden, omdat de mens is het product van honderdduizenden tot miljoenen jaren evolutie, en die evolutie heeft niet echt goed nagedacht. Zij kan ook helemaal niet nadenken over ons welzijn, ons geluk, onze mogelijkheden, enzovoort. Dus de transhumanisten zijn van mening dat wij de wetenschap vandaag moeten aanwenden om die mens letterlijk te herscheppen. Bijvoorbeeld... Om er niet voor te zorgen dat hij slechts gemiddeld 75-80 jaar oud wordt, maar dat hij waarom niet gemiddeld 500 jaar oud kan worden. Inderdaad. Dat klinkt misschien zeer vergezocht en misschien zelfs onwenselijk, denkt u misschien meteen, of onmogelijk. Maar daar wordt in sommige transhumanistische kringen dan zeer ernstig over nagedacht. Daar zal ik het niet over hebben, want dat, dat ja, lijkt nog iets te ver van ons bed vandaag de dag. Ik zal het hebben over de zaken die echt nu reeds bestaan en al mogelijk zijn. Een uitgangspunt dat ik u wil voorleggen is een uitspraak die u terug kan vinden in het boek Prediker. U weet, dat is een boek uit het Oud Testament. Die Prediker, dat was waarschijnlijk niet één persoon. Dat boek zal wel door meerdere personen geschreven zijn. Maar goed, u kent het ongetwijfeld. Het begint met uh, eil en ijdel. Alles is ijdel. Of lucht en leegte. Alles is leegte. Er zijn meerdere vertalingen natuurlijk in omloop. Het is nogal een, een fatalistisch boek. En mensen zijn van stof, en tot stof en as zullen wij wederkeren, enzovoort. Dus het leven heeft allemaal niet zoveel betekenis. Over een hiernamaals is er op die plaats in de Bijbel echt nog geen, uh, daar is nog geen sprake van, dat duikt maar later op. Maar ik haal er één zinnetje uit, uit dat boek Prediker, namelijk, wie kan recht maken wat hij krom heeft gemaakt? En die hij staat met hoofdletter... Dat slaat op God natuurlijk in, in die context. Maar wij zouden ook kunnen zeggen, wie kan recht maken wat de natuur krom heeft gemaakt. Je kunt die uitspraak ook zelf op van alles toepassen. Je kan ze op de natuur laten slaan. De natuur tenslotte slotte ziet er niet altijd uit zoals wij zouden willen. Het gedraagt zich niet altijd zoals wij dat zouden willen. De woestijnen zijn te droog, bergen zijn te hoog. De hagel verwoest de oogst, enzovoort. Maar ik vermoed dat prediker, of de prediker... Met zijn uitspraken vooral zaken voor ogen had waar de mens zelf rechtstreeks als mens zijnde mee te maken heeft. In die zin, wij worden ziek, wij lijden, wij kunnen pijn hebben, wij gaan dood, wij vertonen handicaps enzovoort. In moderne termen uitgedrukt zou je kunnen stellen, wij komen allemaal ter wereld met wat je kunt noemen genetische afwijkingen of met allerlei andere problemen.